gehoord dat jullie afgelopen jaar aardig gedaan hebben als team. Kun je daar iets over vertellen? Ja, afgelopen jaar als Races Racing zijn we Europees GT4 kampioen geworden. Met als rijder Paul Meijer. Mm-hmm. En daar hebben we eigenlijk alle records in de GT-race zeg maar, als Nederlands team zijn verbroken. Dat was ook met deze auto? Dat was met deze auto waar we bij staan. Dat is de Aston Martin GT4. Ja. En daar hebben we 9 poles gehaald. 7 wedstrijden gewonnen. En eigenlijk alle snelle racerondes in iedere race hebben we gehaald. En dat was een hele prestatie voor ons. Oké, waar zit nou die carburateur eigenlijk? Op een hele dag staat zit geen carburateur meer. Mm-hmm. Het is volledige injectie gestuurd. Dus de benzine wordt onder druk in de cilinder gespoten. Waar is dat? Wat gebeurt hier zo? Ik zie allemaal draden en buizen. Het zijn deze 4 injectoren aan elke kant. En voor de rest wordt alles elektronisch gestuurd. Ja. Het gasgeven gaat gewoon bij drive-by-wire. Hoe noem je dat? Drive-by-wire, dus dat is elektrisch. Drive-by-wire? Drive-by-wire. Drive-by-wire, oké. Dat is gewoon een servo. En dus er komt geen kabel aan te pas eigenlijk? Nee, die beweegt de gasgeven. Ja, alleen elektrische kabels. Ja. En verder is het is allemaal computer gestuurd. Ja. En voor de rest verschilt het niet zo heel veel met de oude auto's in feite. Maakt dat het sleutelen eraan makkelijker of moeilijker? Het afstellen is makkelijker. Ja. Tenminste, dat kan gewoon met een laptop. Ja. Dus het is niet meer met een schroevendraaiertje aan een schroevendraaier. Ja. Maar het is moeilijkere techniek. Dus als het kapot gaat, dan is het vaak wel een stuk moeilijker om te repareren.